Maxima, zo, oké. Maar ik zal ze bij de toekomst beginnen. Is Jij goed. schrijft jezelf, omschrijft jezelf als chef leuk werk. Ja. En hoe zie jij nou dat werk over 10 jaar? Wat is werk dan over 10 jaar? En met name hier dan, binnen dit bedrijf? Jee, maar wat een goede vraag. Er is op dit moment heel veel discussie over zelfstandigen en professionals en hoe die gaan samenwerken. En wat me altijd opvalt is dat je op een andere manier verbonden bent bij een bedrijf als je er meer dan 3 dagen zit. Dus ik verwacht wat dat betreft dat de arbeidsrelatie zoals we die op dit moment kennen tussen een werkgever en een werknemer, die blijft wel bestaan. Misschien neemt het nog iets af, worden de constructies iets anders. Wat je wel ziet, is dat die medewerker zelf natuurlijk steeds ondernemender wordt, dus ondernemend is binnen de organisatie. En ik denk dat dat de komende 10 jaar nog veel verder door zal evolueren. Je ziet ook dat er plannen zijn om dat juridisch ook mogelijk te maken. Dus dat iedereen een beetje mede-eigenaar wordt. Dus ik denk dat dat wel opties zijn voor in de toekomst. Ik weet niet of we dat bij ons gaan zien, dat mensen mede-eigenaar worden. Er is heel veel onderzoek gedaan naar arbeidsparticipatie en mede-eigenaarschap. Nou, dat schijnt vrij beperkte invloed te hebben, tenminste in Nederland. Maar ik denk dat we, ja, dat iedereen nog ondernemender is in binnen de dingen die hij doet. En wat bij ons een beetje lastig te voorspellen is, het bedrijf groeit heel snel, al jaren. En waar het dan heen groeit, dat is geen vast gegeven. Dat is als liften, niet als een treinreis. Dus we weten nu ongeveer waar we heen willen, maar de route ernaartoe, dat gaan we onderweg wel tegenkomen. En heb je ergens een ideaalbeeld dan? Want ik zie hier allerlei huiselijke elementen. Dat is ook Ja. allemaal. Is dat straks nog eens een keer met een factor 5 vermenigvuldigd of zo? Wat zou jouw ideaalbeeld ervan zijn? Hoe zou dat eruit zien? Je merkt dat iedereen wel veel behoefte heeft aan een eigen vaste plek. En het klinkt heel gek, maar als ik een computerspelletje speel en ik zit op de bank, dan ben ik minder goed als ik een computerspelletje speel en ik zit achter een bureau. Dus een bureau heeft ook wel zijn taak en zijn functie. Maar ik denk wel dat je steeds meer zult zien van ik wil nu even geconcentreerd diep werk doen. Ik zit even in een apart hokje, ik zonder me eraf. We hebben nu een stand-up of een scrum-sessie. Daar hebben we een ruimte voor. En ik denk dus ook dat het kantoor steeds adaptiever wordt, zich steeds meer aanpast op de behoeften. We werken zelf veel remote, dus veel buiten de deur en bellen dan in met videobeelden en dat soort dingen. Ik denk ook wel dat dat steeds meer toe gaat nemen. Van die rijdende robots, waardoor je wel fysiek op kantoor bent met een apparaat of met een scherm of achter een collega kan staan om een gesprekje te voeren op de gang. Ik denk dat dat ook wel blijft. Maar ik denk dat mensen nog steeds heel graag een plek hebben waar ze samen komen. En ik denk dat dat niet verandert. Stel ik er nog steeds meer het gevoel dat mensen die behoefte om samen te zijn, dat steeds groter wordt. In plaats van minder. Ja. Steeds regionaler. Ja. En dat op afstand, van jullie hebben ergens een videofilmpje zag ik passeren. Was het in Spanje zaten, Ja, geloof ik, of zo? klopt Hebben heel ja. erg veel reacties op gekregen. Wat Ja, heel veel. Ja, wat we hadden gedaan, we hebben het hele bedrijf, ik denk 3 jaar geleden, naar Spanje verplaatst voor een week. Hebben we daar zitten werken. En het leukste moment, op een gegeven moment krijgt er een klant aan de telefoon: kan ik ook een beetje locatie-onafhankelijk werken? Die stelde zo'n soort vraag. Zei ik, lag van ja, dat kan wel. Ik zeg, ik zit op dit moment aan een zwembad in Spanje. Het is hier 26 graden. En toen was het echt dramatisch weer in Nederland, 12 graden regen. En ja, dat vond ik wel heel mooi. We hebben meerdere vestigingen in België, in Zuid-Afrika. Maar toch zie je ook daar dat mensen het heel fijn vinden om soms even bij elkaar te zijn. Het is leuk om soms even in België te zijn. Het is leuk als België soms even hier is. Maar je kunt met video tegenwoordig echt heel veel doen. Ja. Hey, zullen we van de toekomst even naar het prille begin beginnen? Het valt me op dat er eigenlijk in de ontstaansgeschiedenis van Voice en ook jouw rol, ja, dat begint ergens bij TNO in Ja, klopt. 2006. Ja. Maar er is, neem ik aan, ook een heel verhaal daarvoor geweest. Ja, Hoe, klopt. uh, wat, wat gebeurde er toen In met jou? 2000, in 2004 had TNO een afstudeeropdracht liggen. Die afstudeeropdracht die zei van, joh, we hebben technologie op de plank liggen. Kom eens kijken wat er ligt. En kijk eens of je daar wat mee kunt doen. Of je daar wat bedrijvigheid mee kunt ontwikkelen. Toen hebben we met 4 jongens zijn we daar heen gegaan. 2 technische jongens, 2 bedrijfskundejongens. En toen hebben we een product ontwikkeld. En een prachtig afstudeercijfer gekregen. Leuke periode gehad bij TNO. Alleen we zagen daar ook wel marktpotentieel voor dat product. Nou, dat product zelf is enorm geflopt. Maar na een aantal veranderingen aan het product zijn we uiteindelijk in de wereld van de zakelijke telefonie terechtgekomen.
zogenaamde cloud-based PBX, oftewel telefonie in het internet, in de cloud. En dat leek op dat moment een succes te kunnen gaan worden. Toen we in 2006 startten, hadden we 2 klanten en aan het eind van het jaar waren dat er, 42. Dus dat is niet genoeg om een telecomprovider te zijn. Tegenwoordig hebben we 10.000 klanten. Maar de signalen waren er wel van, hey, dit is waar de markt zich naartoe gaat bewegen. Ja. Ja. Klinkt een beetje als de accidental entrepreneur. En je beschrijft het ook ergens, er waren een paar jongens die aan het spelen waren met techniek. Technologie. Ja, was dat ook zo? Of zat er wel een idee? Kom je uit een ondernemersnest? Zat er zoiets, nee, een soort drive in? Een vriend van mij zei het altijd wel mooi. Ik denk dat je kunt iedereen leren ondernemen. Alleen, en je kunt ook iedereen leren voetballen. Alleen zijn maar weinig mensen die uiteindelijk naar de Champions League gaan. Of in de Eredivisie komen te spelen. Daar moet je een beetje aanleg voor hebben. Ik kom niet uit een ondernemend gezin. Mijn opa had een banketbakkerij vroeger. Dat is ongeveer het enige wat erin heeft gezeten qua ondernemerschap. Als je even een generatie nog verder teruggaat. Het is wel zo dat ik vanaf mijn... Voor mij had ik mijn eerste knikkerwinkel op mijn 7e of zo. Dus ik ben wel altijd... Okay. Ik heb altijd bedrijfjes gehad en dingetjes gedaan. Dus het zat er bij mij altijd wel in. Er heeft niemand verbaasd dat ik op een gegeven moment voor mezelf ben begonnen. Maar van die 4 jongens ook. Ik was de enige die op een gegeven moment zei, ik wil dat wel proberen, ik wil dat wel doen. Ja. Een collega van mij vroeg op dat moment van, joh, wat gaan we dan verdienen? Ik zei, nou, de eerste 3 jaar waarschijnlijk niks. Nou, toen was hij er heel snel klaar mee. En ik had zoiets van, nou, gaan we zien waar het heen gaat. Ja. Dus... Ja, ik vind het wel, ja, ondernemerschap, dat ligt me wel, ja. Ja. Hey, in het begin kreeg je dan vanuit die omgeving kreeg je steun of was er ook weerstand? Het is natuurlijk een hoogcompetitieve markt, die telecom. Ik kan me voorstellen dat er ook een aantal, nou in termen van wavemakers, ook een aantal golfbrekers waren die dachten van, nou moet die jongen niet te veel zijn gang laten gaan. Heb je dat gemerkt? Nou, we zaten zo aan de voorkant van die innovatiegolf dat Google in 2007 een bedrijf overnam. Dat was Grand Central. En dat is tegenwoordig Google Voice, werd het daarna. En wij waren technisch gezien veel verder dan zij. Alleen we hadden dat helemaal niet in de gaten. We hadden niet door hoe ver we aan de voorkant van die innovatiegolf zaten. Dus eigenlijk hebben we tot, zeg eventjes 2010, hebben we heel vrij kunnen spelen. Omdat het was een niche, er zat helemaal niemand, er gebeurde helemaal niks in. Pas toen we in 2010 de technologie wat hadden aangepast en nog sneller, of eigenlijk zo snel bleven groeien als dat we deden, toen merkten andere partijen ook dat we bezig waren. En toen kregen ze ook bijvoorbeeld dat we interne in presentaties van KPN kwamen te zitten. Als nieuwe partij die aan de zijlijn aan het snoepen waren aan de markt. Maar je merkt gewoon dat wij in een sector zitten, er zitten oliecontainers in die sector. En er komt dus een speedbootje langs, ja, die oliecontainer kan wel willen dat ze er wat tegen kunnen doen, maar dat lukt ze gewoon simpelweg niet. En Vodafone begon op een gegeven moment onze merknaam te adverteren. Toen hebben we ook een geintje uitgehaald dat we een advertentiecampagne zijn gestart. Ik snap dat jullie voice associëren met VoIP, maar jullie schrijven het verkeerd. Ja, dat soort grapjes kun je dan uithalen. Ja, ja. Ja, ja, maar merk je interesse vanuit die gevestigde partijen? Of zijn ze bang? Of wat is, of is desinteresse? We hebben inmiddels alle grote telecomspelers, Ziggo, KPN, T-Mobile, ze zijn allemaal een keertje bij ons langs geweest. We hebben 1 keer in de maand nodigen we mensen uit bij het bedrijf om een keer te komen kijken over hoe we georganiseerd zijn, hoe het komt dat we zulke gelukkige klanten hebben. Ze zijn allemaal al een keer langs geweest. En ze hebben ook allemaal inmiddels programma's lopen om beter op die markt aan te kunnen sluiten, beter naar hun klant te kunnen luisteren. Het algemene klantgeluk in onze sector zat op een 5- toen we begonnen. En dat begint langzaam ook in de zakelijke markt te stijgen. Dus die jongens zijn inmiddels wel wakker. En dat was ons doel, hè? Onze reden van bestaan. Die grote jongens een beetje wakker maken. Alleen, we staan nog steeds. Je moet je voorstellen dat we 1 of 2% marktaandeel hebben. Dus dat we kunnen nog zoveel doen in deze markt. Ja. En je moet toch om echt een beetje body te hebben, moet je wel toch naar de 10-15%. En ondertussen komen die grote jongens natuurlijk ook wel af en toe langs. Van joh, we hebben wel interesse in, maar daar hebben we helemaal geen oren naar. Nee. Nee. Hey, en je hebt meerdere bedrijven nog, hè? Zag ik, een soort serial entrepreneur, of is dat ook ons min of meer zo ontstaan, of wat zat er, welk idee zit erachter? Wat we in eerste instantie hebben gedaan is dat we de technologie die zijn we zelf gaan leveren aan eindklanten, omdat we konden het al bijna niet uitleggen aan eindklanten, laat staan aan partners die het eventueel moesten gaan leveren. Toen we in 2010 de technologie opnieuw gingen vormgeven, hebben we gelijk gezegd, er moet er eigenlijk een partnerlaag tussen kunnen zitten. Daar hebben we toen 2 jaar lang niks mee gedaan.
En vanaf 2013 zijn we eigenlijk gaan zeggen van, joh, de technologie is nu zo goed dat we ook andere partners in staat kunnen stellen om telefonie te kunnen gaan leveren. En dat zijn we toen gaan doen. Dus dat was eigenlijk altijd al de intentie, maar dat werd een tweede bedrijf. Zit ik in een fysiek andere, op een andere plek. Daar hebben we ook alle technologische ontwikkelingen ondergebracht, zodat het echt los staat van voice. Het moet een onafhankelijke partij zijn. Die leveren inmiddels ook al meer dan 250 andere partners hun telefonie. Dus we hebben allemaal concurrentjes eigenlijk voor voice gebouwd. Maar ook voor KPN en Tele 2. Vervolgens hadden we technologie nodig om die klanttevredenheid steeds hoog te houden en ook nog hoger te krijgen. En we gebruikten daar systemen van, die systemen waren niet heel volwassen. Dan zijn we op een gegeven moment gaan zeggen van, joh, volgens mij moet het beter kunnen. Ik heb in 1997 ooit onderzoek gedaan naar de CRM-markt. En eigenlijk was die in 10 jaar tijd amper geëvolueerd. In 15 jaar tijd ook eigenlijk nog niet heel erg. En toen zijn we gaan kijken, van, kunnen we dat slimmer doen? En wat we de afgelopen 5 jaar hebben gedaan, is dat we een soort personal assistant hebben gebouwd, maar dan voor het bedrijf. Dus iemand die automatisch de bedrijfsgegevens opzoekt op het moment dat er een e-mailtje wordt gestuurd en zegt, is dit het account dat je wil aanmaken? Is dit dan het contactpersoon? In plaats van dat je met de hand al die gegevens aan het overtikken bent. Iemand die automatisch een dossier bouwt van, hey, dit is alle historische klantgegevens. Iemand die op het moment dat er gebeld wordt, automatisch zien deze persoon die belt als een secretaresse die zegt van, joh, ik heb die en die voor je aan de lijn. Dat is wat we hebben ontwikkeld. En dat product is zo ontzettend goed en volwassen geworden, dat we eigenlijk hebben gezegd, dit moeten we ook naar de markt gaan brengen. Want het is zonde om het voor onszelf te houden. Dus dat is nog een volgend bedrijf wat er aan zit te komen. En je hebt gewoon vanuit Voice is dat in ieder land waar je start, wordt dat weer een nieuwe BV. Dus zo ontstaat er ook automatisch heel veel. Maar het valt wel allemaal onder de Voice kant. Dus aan de ene kant hebben we Voice, die zorgt voor de eindklant, voor de bedrijven. En aan de andere kant hebben we Spindle, die ontwikkelt de technologie. En die ontwikkelt 2 producten, het telefonieplatform, VoIPGrid. En Lily, de personal assistant voor bedrijven. Ja. Dus ja, en dat ontstaat organisch. En het is leuk om eraan te werken. En op een gegeven moment zie je van, joh. En dan laat je het aan partners of aan klanten zien. Nou, die zitten te kijken, wat hebben jullie nou weer gebouwd? Dit is zo gaaf. Dit wil ik ook. Ja. Ja. Nou, op het moment dat mensen beginnen te kloppen aan de deur van, dit wil ik ook. Dan heb je iets gedaan wat goed is. Ja. Dus ik verwacht dat we dat dit jaar gaan lanceren. Ja. Ja. Hey, en qua cultuur, zijn die bedrijven vergelijkbaar? Nee. Sturingsfilosofie? Sturingsfilosofie wel. De manier waarop ze werken en georganiseerd zijn, die is gelijk. Dus het besturingssysteem is gelijk. Maar de software die erop geïnstalleerd wordt, de mensen die erin zitten, die zijn anders. En dus is ook de cultuur anders. Bij Voice willen we die telecomwereld een beetje mooier maken. Dat doen we op een open, persoonlijke en ondersteunende manier. Dat DNA zit in iedereen. De mensen zijn niet gelijk, maar die kernwaarden die delen ze. En bij Spindle zijn we bezig om componenten voor open communicatie te bouwen. Daar is nerdy, perky, playful. Dat is speels, maar ook een beetje, ik weet het beter dan jij. En ook het spelletjeselement is daar veel groter. Dat is een heel andere club mensen. Het zijn ook meer mannen. Bij Voice werken meer vrouwen, bij Spindle werken meer mannen. Dus dat zijn andere bedrijven met een ander DNA. Maar die zelf wel zonder management en zonder functies worden bestuurd. Ja. 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 En ben jij dan de verbindende schakel tussen al die verschillende? Of zijn dat er meerdere? Hoe moeten we dat zien? Voice is gewoon een afnemer van een product. Dus dat is gewoon een klant van VoIPGrid. Ja. Dus daar zit eigenlijk geen relatie tussen. Ik denk dat je minimaal 3 dagen in een bedrijf moet werken om echt verklonken te zijn in het bedrijf. En omdat ik bij beide 2 dagen werk en niet meer eindverantwoordelijk ben voor strategie, dat is gedistribueerd binnen de organisatie, of er überhaupt eindverantwoordelijk ben, dan merk ik dat ik gewoon een van de mensen ben die een aantal dingen in het bedrijf doet. Maar ik zit er inmiddels zo los van, dat ik wel een beetje voor mezelf de vraag nu aan het stellen ben van, joh, waar is je meerwaarde dan nog het grootst? En moet je niet uiteindelijk ook kiezen voor een van die bedrijven, gewoon omdat je anders alleen maar op projectbasis bepaalde dingen kunt doen binnen een bedrijf. Omdat 2 dagen in de week laat je niet meer toe dan een project. Ja. Ja. Dus dat is nu een beetje het spanningsveld waar ik in zit. De eerste wat gebeurt is dat je, het is wel grappig, ik sprak daar laatst een andere ondernemer over. Die was wat groter. Die zei in eerste instantie bouw je een management team. Nou, dat hebben wij niet gedaan, maar we hebben een organisatiemodel gebouwd waarin we zonder management kunnen werken. In tweede instantie ga je dan zelf aan de slag voor je management team. Dus dan gaan ze in één keer bij jou komen met, hey, wat is de staat van dit project? En dat je denkt van, hey, dat is mijn baan. Hij zegt, dat is een fase, daar moet je even doorheen. Die valkuil, daar stapt iedereen in.
En de derde fase is vervolgens dat je vraagt is van waar ben ik nog van meerwaarde en wat moet ik dan nog gaan doen om toch nog wat te kunnen betekenen voor het bedrijf. Met soms dus ook de conclusie dat niet meer zo is. Ja. Het zou rustig zo kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld met Lily alleen nog maar bezig ga zijn. Of dat ik zeg van joh, we hebben heel veel componenten gebouwd die open communicatie en informatie mogelijk maken. Wat zou er gebeuren als we dat in landen waar geen stroom en geen internet is gaan brengen? Op een open manier. Dus open hardware, open software. Wat kun je dan betekenen voor de wereld? Kan het dan niet nog veel grotere impact hebben dan we met het bedrijf tot nu toe hebben gehad? Nou, dat zijn een beetje de dingen waar we nu naar kijken. Ja. Waar ik nu naar kijk. Ja. Ja. En dan heb je ook nog een groot gedeelte externe impact. Hè? Want je treedt veel op. Dat doe je volgens mij heel bewust. Ja. Dat vind je ook gaaf om te doen. Ja. Is dat in de loop van de jaren ontstaan? Of heb je altijd een soort zendingsdrang gehad? Nee, als je kijkt naar mijn strengths profile, dus de dingen waar ik van nature goed in ben, dan staat de communicatie staat daar wel hoog in. Ik vind, ik vind het leuk om verhalen te vertellen. Maar toen we op een gegeven moment, we groeiden naar een man of 20, 25 toe. En toen zeiden van, volgens mij moet dat hele management moet anders kunnen. We hadden daar wat mee geëxperimenteerd met gewoon traditionele managementvormen. En dat beviel helemaal niet. En toen hebben we op een gegeven moment een boek gelezen. Dat was het handboek van Valve. En toen heb ik samen met een externe HR-specialist, strategisch, een operationeel HR-specialist en een aantal mensen van onszelf in een hok gaan zitten. En hebben eigenlijk gezegd, je ontleedt een manager. Wat doet hij nou eigenlijk binnen het bedrijf als die heel goed zou zijn? En hoe leggen we dat terug aan het team? En toen we dat helemaal klaar hadden en op papier hadden gezet, toen heb ik s'nachts om 3 uur André, een van de mensen waarmee we het een beetje tot stand hebben gebracht, heb ik hem bericht gestuurd, als we dit goed doen, dan wordt het groter dan dat voice-oord kan zijn. Het gedachtegoed wordt groter dan dat voice-oord kan zijn. En toen hebben we ook besloten van hier moeten we over gaan communiceren. En de eerste jaren wilde niemand dat verhaal horen. Dan stond je gewoon tegen de muur te praten. En op een gegeven moment sprak ik Paul, een oud collega van mij. Hij zei, wat ben je nu aan het doen? Ik zeg, ik moest zo meteen weer een praatje geven. Het is de derde deze week. En toen zat ik een beetje te klagen over het feit dat dat wel veel tijd kost. En toen zei hij, ik kan me nog in dat je zat te klagen dat je tegen de muur stond te praten. Dus wat dat betreft is de goede kant op gegaan. Ja. Ja. En we zien ook dat we met dit verhaal ontzettend veel impact hebben op de wereld om ons heen. Indirect en direct. Mensen die met meer plezier naar het werk gaan. Ik krijg baasjes van bedrijven terug die zeggen, Mark, wat is dit fijn om gewoon met je mensen te kunnen werken in plaats van dat ze voor je werken. Dat is zo'n verschil ook emotioneel voor die mensen zelf. Dat zeg ik, ik ben nog nooit met zoveel plezier naar werk gegaan. Dus dat vind ik cool. En inmiddels is het ook niet meer, het is nooit mijn verhaal geweest, het is een verhaal van het bedrijf. Dus iedereen vertelt hier verhalen en we hebben een heel lijstje van allemaal mensen die getraind spreker zijn en die dan weer bij ING staan of op het podium bij een HR-congres of bij een marketingcongres een verhaal vertellen over hoe dat gaat in combinatie met marketing. Ja, dat is gewoon leuk. En ieder jaar zien we dat we er meer geld mee ophalen voor het goede doel en ieder jaar zien we dat we er meer mensen mee geëxperimenteerd hebben. Dus, of geïnspireerd hebben. Ja. En we hebben er een boekje over geschreven. Nou, dat is inmiddels is dat meer dan 5000 keer is dat alleen al fysiek uitgedeeld. In Nederland zou je dan een bestseller hebben. En digitaal is hij nog veel vaker gelezen. Dus dat is heel erg cool. Ja. En dat doe je het alleen maar in Nederland. Ja. Mooi. Hey, kom ik zo nog even op die management en sturingsfilosofie. Kom nog even terug. Is iets over kernwaarden hier van Voice? Ja. De cultuur. Wat is de ziel van dit bedrijf? Hè? Waar bestaat die uit? Ik denk dat, en daar heb ik het vaak over gehad. Ik denk dat een van de eigenschappen van de onderneming is. En van leiderschap is dat jouw eigen persoonlijke kernwaarde het sterkste vertegenwoordigd is in het bedrijf. En mijn persoonlijke sterkste kernwaarde is gelijkwaardigheid. We zijn niet allemaal gelijk, maar we zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar. En dat hebben we, denk ik, in het bedrijfsmodel heel erg gevangen. En dat zie je zowel bij Voice als bij Spindle terug. Bij Voice zit dat heel erg in het menselijke, dus hoe gaan we met elkaar om? En bij Spindle zit het heel erg in de techniek. Open source, open communicatie. En daar zie je dat dus in terugkomen. Dus ik denk dat dat de belangrijkste kernwaarde is van mij persoonlijk, die je ook terugziet in het bedrijf. En vervolgens ontstaat in ons organisatiemodel, je hebt de purpose, de reden van bestaan van je organisatie. Daarbinnen zitten bepaalde cellen, die hebben ook weer een reden van bestaan. En daarbinnen zitten bepaalde rollen, die hebben ook een reden van bestaan. En als het goed is, is dat een beetje met elkaar aligned.
En die rollen worden volgens vervuld door personen. Ja. En daarin zie je dus ook dat bijvoorbeeld iemand die met marketing en communicatie bezig is, altijd even zal toetsen, maakt dit de telecomwereld een beetje mooier? Is dit open, persoonlijk en ondersteunend op het moment dat er een stuk communicatie naar buiten gaat? Dus daarmee zie je dat eigenlijk in alles terug. En ik heb wel eens mensen gehad die dan bij ons binnen zijn geweest en die dan ook zeggen van joh, zoals het op de website is, zo is het bij jullie intern ook. En dat vind ik wel gaaf. Ja. Dus je communiceert van binnen naar buiten in plaats van als ik een spotje op de radio zie of op de televisie van ING over hoe betrokken ze zijn en hoe open ze zijn en ik kom volgens bij ING, dan zijn dat twee compleet verschillende werelden. Ja. En ik denk dat wij wat dat betreft wel een authentiek verhaal kunnen vertellen en dat dat dus ook overkomt bij klanten en dat dat dus ook klopt. Ja. En wat is het punt waar je het meest op let ook bij sollicitanten, bij nieuwkomers? Heb je dat ook zo'n dingetje? Ja, dat doe ik al heel lang niet meer zelf. Dus de laatste, ik denk 15 mensen die heb ik gezien op een eerste of zevende werkdag. Of die heb ik alleen maar gesproken via Slack en dan na een week dan zien we elkaar voor het eerst. Dat is wel leuk, via onze instant messaging tool intern. Ik denk dat de meest belangrijke dingen die wij toetsen is of iemand open en eerlijk durft te zijn. En makkelijk is dan altijd van wat is nou een hele recente fout die je hebt gemaakt waar je ontzettend voor schaamt. Als iemand daar geen antwoord op kan geven, dan kan ik je nieuw vertellen, dan komt hij nooit door een sollicitatieprocedure bij ons heen. Je moet daar, juist over fouten moet je heel open en eerlijk durven zijn. En ik heb er zelf zat gemaakt. En dat is ook altijd, daar begint ook altijd het verhaal mee. Goh, ik heb laatst dit en dit zelf fout gedaan. Wat is nou een van jouw fouten recent geweest? En dat is een vraag die je denk ik in ieder gesprek bij ons terug zult zien. En soortgelijke, om te toetsen of iemand zichzelf durft te zijn. Als hij dat namelijk in ons durft te doen in een sollicitatiegesprek, dan gaat hij dat voor ons ook wel doen bij een klant. Dus ik denk dat dat wel een van de belangrijkste toetsen is die we doen. Ja. En worden die gesprekken eigenlijk door alle medewerkers gevoerd en tourbeurt? Of is er een vaste kern van je zegt, nou dat zijn echte cultuurambassadeurs? Nee, we hebben een cirkel heeft op een gegeven moment gezegd, we hebben meer resources nodig, we hebben meer mensen nodig. Nou, die krijgen dat dan geallockeerd. En vervolgens schrijven ze even op, dit zoeken wij, deze rollen hebben wij vakant. Dan schrijft onze spraakmakers, maken daar een mooi verhaaltje van. Dat gaat op de website. We hebben een speciale Werken bij Voice website voor. Daar solliciteren mensen. Nou, dat kan soms zijn dat we zeggen voor deze rol is het handig als mensen het via video doen. Het kan soms zijn dat mensen gewoon inderdaad een stukje schrijven erbij moeten doen. Vervolgens komt dat binnen. En een team wat dan de persoon aan het werven is, die gaan voor ons daar doorheen. Van hey, ik vind deze wel aardig, dit zijn mijn opmerkingen erbij, et cetera, et cetera, et cetera. De collega's van Human Capital die begeleiden dat. En daar komen een aantal kandidaten uit die uiteindelijk worden uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek is echt een bakje koffie. Is dat een grote club, dan doen we speed dates. Dat betekent dat er één persoon met twee collega's praat 15 minuten lang over een onderwerp. En daarna over een ander onderwerp met twee andere collega's. En dat doen we dan in een carouselletje. Dus we hebben of 4 of 8 kandidaten die dan in 2 uur tijd zo aan het eind van de dag worden gezien. Mm-hmm. En daar drijven dan altijd een aantal boven van, nou, dat was eentje, daar ben ik echt fan van. En die vond ik ook heel leuk. Ja. En die komen dan een dagje bij ons meelopen. Je kwam net ook wat mensen hier op de gang tegen, die zijn dan een dagje aan het meelopen. En daar is dan altijd eentje waarvan je zegt van, nou, dat voor mij moet het Erin moet het worden of Erik moet het worden. Hey, en krijg je een hoop mensen die zich spontaan aanmelden. Is er ook een soort continue stroom van mensen, ik wil hier graag werken op basis van, nou, datgene wat jullie vertellen, je uitstraling, of is dat toch hier minder, als je soms bij Amerikaanse bedrijven wel hoort, hè, waar dan fenomenale getallen soms genoemd worden? Ik denk dat ons profiel qua werkgeverschap nog vrij regionaal is. En daar is op een gegeven moment, is dat een bron die een beetje is uitgeput. Want in eerste instantie, hoe wij werven, we zetten de vacature op de website en vervolgens verspreiden hem via social media. Je hebt een bepaalde kring om je bedrijf heen, die groeit wel, maar die groeit niet naarmate even hard als de organisatie groeit. Dus op een gegeven moment is die pool van mensen uit je omgeving zegt van, ah, dat gaat wel werken, die is een beetje, die begint leeg te geraken en daar zitten we nu een beetje tegenaan. We krijgen nog steeds wel 40, 50 kandidaten per sollicitatie, maar het is wel zo dat we voor het eerst nu aan het kijken zijn hoe we hem nog wat breder uit kunnen gaan lichten, vooral met de Rijksuniversiteit en de Hanse Hogeschool hier zo. We geven daar vaak gastcolleges.
Want met een vacature hebben, moeten we daar wel zichtbaarder zijn. Zeker als het een junior functie is. Dus daar zijn we nu een beetje mee bezig. Ja. Maar nog steeds, klinkt te gek, maar ik kwam laatst een jongen tegen, die had ik gesproken. Die is op dit moment chauffeur bij een chauffeursbedrijf. Die was klaar met zijn studie. En ik zei, wat heb je nog gestudeerd? Ik denk dat ze zo, maar ik wil eigenlijk weer een beetje terug naar de IT, want daar heb ik daarvoor gedaan. Ik zei, nou, wat voor achtergrond dan dit had ze zo. En het was gewoon echt een jongen, zegt, ja, voor mij kan dat wel kloppen. Dus heb ik Chantal gebeld, die is bij ons van Human Capital. Van, joh, ik weet dat het niet helemaal is zoals het normaliter gaat, maar hebben wij op dit moment, is de rol, want de liep sollicitatie, is die nog vakant? Ik heb iemand die is uitgevallen in het sollicitatieproces, dus ik kan kijken of ik hem nog mee kan nemen. Nou, dat komt bijna niet voor, maar dit was een jongen van ik dacht van, hey. En dat hebben collega's soms ook, dus iemand tegenkomen die zeggen, die gaat kloppen, sowieso. Ja. Dus laten we hem er maar bij halen, of haar er maar bij halen, en dan zien we daarna wel wat zijn rollenpakket wordt. Maar deze moet erbij. Ja. Ja, die kom je soms tegen. Ja. Hey, even weer terugkomend op de organisatiestructuur. Jelle, wat dat betreft een hele duidelijke filosofie. Hè? Wat dat betreft managers, wat dat betreft, nou, leveren te weinig toegevoegde waarde. Ja. We gaan het zonder managers doen. Ja. En toen zijn jullie een paar jaar geleden overgestapt op een methode, die holacratie. Ja, en daar zijn jullie echt ook een pleitbezorger voor geworden. Ja. Want ik zag dat je bij Harvard Business Review, er werd een artikel over geschreven, daar had je ook op gereageerd. Hè? Ja, klopt. Maar we zijn ook een van de bedrijven die er al relatief zien lang mee oefent. Ja. Die ook relatief zien snel was met de adaptatie. Omdat we al van een managementloze organisatie kan. Dus hoeft alleen het bestuursmodel maar te implementeren. En we schrijven er zelf ook wel regelmatig over. En zeker als er dan grove misvattingen in zo'n artikel staan, die vaak niet gestaafd zijn op data, dan kunnen wij daar data tegenover leggen. En ik vind het altijd wel prettig als journalistiek nog enigszins data onderbouwt. Niet alleen op onderbuikgevoel. Dus, maar we zijn ook zelf met een aantal artikelen bezig, ook onder andere voor HBR. Dus, okay. Maar wat is hoe verklaar je ook die mist die rond dat concept hangt? Want, is dat moedwil of is dat onkunde? Wat is dat? Wat er gebeurt is, we hadden in Nederland hebben we sociocratie. Is een Nederlandse uitvinding. Het is een manier om eventueel de maatschappij vorm te geven. Een soort opvolger zou het kunnen zijn van democratie. En het heeft best wel een aantal mooie eigenschappen. Wat er op een gegeven moment is gebeurd, is dat er door een Amerikaan is gevangen, is uitgebreid, zijn andere methodieken aan toegevoegd, zoals vergaderformats en dat soort dingen. En dat is holacratie gaan heten. Alleen wat die persoon heeft gedaan, zoals Amerikanen dat doen, die patenteren dat dan, of die gooien er een merkrecht overheen en die maken er standaard materiaal van en gaan het voor ons lopen pushen in de markt. Dat zijn een commercieel product. Op het moment dat je een gedachtegoed wat heel puur is en heel zuiver gaat commercialiseren en je doet het niet op de manier zoals het gedachtegoed zelf predikeert, dan ontstaat daar een discrepantie in. Dus op het moment dat je zegt van joh, het is een open model en het is adaptief, maar je zegt vervolgens van maar wij hebben het merkrecht, dan zit er al gelijk een tegenstrijdigheid in. Oh, en om het te mogen gebruiken moet je getraind en gecoacht zijn en die training kost €5.000 en dan moeten we in dit chique hotel gaan zitten. Terwijl jij zegt van nee, iedereen moet dit kunnen doen. Ja. Dan gaat dat schuren. En op het moment dat het gaat schuren, dan zal een journalist altijd zeggen, want er klopt iets niet. En dus gaat hij dan op onderzoek uit en dan gaan ze op zoek als ze het niet kunnen vinden. Nou, ik denk dat je daar ook heel veel van de publiciteit mee kunt verklaren. Daarnaast is het zo dat het een experiment is voor heel veel organisaties. En experimenten hebben mensen een sterke mening over. En zeker als het niet goed gaat. En dus krijg je dan mensen die vertrekkend zijn bij een organisatie en die hun mening erover ventileren. En vaak hun persoonlijke emotie erin leggen in plaats van misschien de wat feitelijke, objectievere mening. Ik denk dat die twee dingen, die samenloop van die twee, die zorgt voor botsing. Ja. En voor relatief gezien veel controverse rond het besturingsmodel. Nog los van het feit dat je tegen alle managers zegt van joh, je machtspositie die je hebt opgebouwd, die ga je inleveren. Ja. Ja. Want we komen natuurlijk wel van een stelsel waarin macht en invloed als heel belangrijk werden gezien. En er komt een nieuwe generatie ondernemers aan die wat minder hebben met ego en wat meer aan het kijken zijn naar ecosystemen. Nou, dat is ook, dat noem je een crisis, een overgang van oud naar nieuw. En dat vinden mensen ook altijd spannend. Ja. Mensen vinden altijd verandering spannend. Ja. 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 Hey, en de hele heisa rond Zappos, want dat is dan meestal toch het bedrijf waar dan naar gekeken wordt. Ja, heeft dat te maken met dat commerciële gedreven Amerikaanse? Of speelt er ook iets anders? Ik denk dat Tony Hirsch zelf heel zuiver in die wedstrijd zit. Dat is de oprichter van Zappos.
Ik vind het ook heel mooi dat het toegestaan wordt om het te doen door Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, binnen zo'n groot consortium als Amazon. Dus dat geeft ook wel wat aan. Hey, er zit hier iets en we laten het gebeuren. Maar daar, ook daar zaten mensen die vroeger teamleider waren, die nu geen teamleider meer zijn. Ja. En Zappos is heel erg extreem in de experimenten. Dus op het moment dat ze een nieuw salarissysteem hebben, zijn ze dat ook gelijk aan het implementeren, et cetera. Dus die lopen ook tegen alle... Zij draaien de beta van de software en ze lopen tegen alle bugs aan. Ja. En daar ligt voor ons een vergrootglas op, want ze zijn de allergrootste die het doen. Ja. En de bedenken van Holacracy is er zelf bij betrokken. Dus ja, ja ook daar ontstaat wel wat aan rumoer. Hoe is die introductie hier verlopen? Hoe verliep dat proces? Want er is een moment gekomen ook, nou, dan ga je dat vertellen en dan... Ja. Is iedereen meteen enthousiast? Of, Zoals, wij introduceren bijna alle nieuwe dingen als experimentjes. Ja. En op het moment dat ze succesvol zijn, schalen ze op. Wij zijn een organisatie, dat heb je zelf niet door. Maar dat krijg je wel door als je meer met externe partijen gaat communiceren. Die heel erg open staat voor verandering. Dus die een verandering ook makkelijk accepteert. Om in ieder geval te kijken of het beter is dan het alternatief. Wat we al hebben gedaan, er is een Nederlandse schrijver geweest, die heeft een boek geschreven. Of eigenlijk een praktische implementatie op Holacracy. Dat boek hebben we gelezen. En daarna hebben we gevraagd, jongens, wat vinden jullie ervan? En vinden jullie het waard? Getting Teams Done? Getting Teams Done, ja. Diederik is daar een van de schrijvers van. Toen hebben we Diederik vervolgens gevraagd, wil je ons helpen bij de implementatie? En die heeft ons de eerste periode samen met Koen Bundes, hebben die dat proces begeleid. En dat is heel erg goed bevallen. En dat gaat onwijs met vallen en opstaan. Want op een gegeven moment denk je, we hebben het door. En dan zit er ook altijd weer een moment van, we snappen er helemaal niks van. Maar inmiddels staat het wel als een huis. Hebben veel mensen intern die ook echt goed getraind zijn om het andere mensen uit te kunnen leggen. Gaat de onboarding, dus nieuwe mensen die binnenkomen, die meegaan in het systeem, gaat relatief gezien heel soepel en snel. Wordt er ook nog veel in geëxperimenteerd met dingen die misschien anders of slimmer of beter kunnen. Dus het is inmiddels wel heel volwassen binnen de organisatie geraakt. Ja. Ja, ja. En waar zat het vallen met name in? Wat waren de momenten dat je dacht van, oeh? Je standaard modus moet zijn, ik heb hier geen bezwaar tegen. Dus iedere verandering is goed, behalve als je kunt aantonen met historische gegevens dat het echt schadelijk is voor het bedrijf. Nou, dan dat die... Morgens in je eigen kopje te krijgen, daar had ik zelfs moeite mee. Ja. Van joh, iedere verandering is goed. Ja. Laten we maar gewoon het experiment aangaan. En dat is in het begin, is dat de grootste overgave. En daarbij je af en toe beseffen, hey, het raakt mijn werk eigenlijk helemaal niet. En wat kan er nou fout gaan? Dat stukje, dat is wel een belangrijk gegeven. En hoe zorg je ervoor, want uiteindelijk, hè, wat je ook aangeeft, je bent geïnspireerd door heel verschillende boeken en andere voorbeelden. Ja. Wat ik vaak omheen zie, is dat mensen heel vaak de mooie voorbeelden, zoals bijvoorbeeld met Eckhart's Notes, heel erg één keer lezen en alleen maar het happy joy verhaal zien. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat als jij dus vanuit andere voorbeelden inspiratie haalt, hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk de kern pakt en dat doorvertaalt naar je eigen organisatie, in plaats van het copy-paste wat in veel gevallen niet gaat werken? Nee, dat zeggen wij zelf ook altijd. Jat de goede dingen, zeg maar. En ik denk dat het daarin is heel scheelt dat je kleine experimentjes kunt doen. Want mijn hele reis hiernaar begon ook bij Eckhart's Notes. En ik denk dat voor heel veel mensen... En voor Eckhart's Notes begon het weer daarvoor. Want hij was niet de eerste die het bedacht had. En we staan altijd op, zal ik maar zeggen, het werk van de mensen die het voor ons deden. Ik heb ook Delivering Happiness gelezen voordat ik met het ding begon. Het handboek van Valve, et cetera. En de eerste versie van zoiets is altijd een klein beetje een kopie. Een zuiverdere kopie dan als het zich verder evolueert. Als je de eerste versie van ons handboek zit, die zit relatief gezien nog dicht op het handboek van Valve. Als je de twee nu leest, dan zou je niet kunnen zeggen dat de een geïnspireerd is door de ander. En we zien andere bedrijven ook hetzelfde doen. Die pakken ons handboek en die schrijven er letterlijk, ja, met wat aangepaste teksten, maken ze er een eigen versie van. Dat is hun eerste versie, dat is prima. Maar stop dan niet met de evolutie. Maak het je daarna eigen. Dus in eerste instantie jatten is prima, maar daarna ook aanpassen en het je eigen maken. En daarin blijven experimenteren, denk ik het belangrijkste wat je moet doen. Ja, past het bij ons? Ja, dat is een goede vraag altijd. Ja.
Hey, en als je nou buitenstaanders hierover de vloer krijgt, hè, je noemde de ING's en de andere telco's, en ze zien hoe jullie werken. Zie je dan blikken van herkenning of inspiratie of is het verwarring? Wat zie je meest in de ogen van degene die, die hier dan rondlopen om te leren? En wat ten eerste denk ik iedereen altijd ziet, is dat relatief ontzettend veel lachende mensen op de werkvloer zitten. Ja. Dat resulteert ook altijd in een lachende reactie. Dus mensen raken er in ieder geval enthousiast door. Dus dat is heel goed. We krijgen hier regelmatig wat oudere generatie ondernemers. En die zien mij dan met mijn benen omhoog met een laptop op schoot ergens aan een bureau zitten. En die zeggen, nou die gozer is gek. Want dit kan echt zo niet en dat hoort zo niet. En die horen ons tutoyeren met onze klanten die we voor het eerst aan de telefoon hebben. Die hebben echt zoiets van, nou dit kan niet goed gaan. Okay. Maar over het algemeen wordt er heel positief op gereageerd hoor. En ja. Mensen willen ook heel graag. Wat mensen het meest moeilijk vinden is van, hoe ga ik het nu doen? Wat is nu mijn eerste stap? Waar kan ik beginnen? Etcetera. En dat heeft ook bij ons wel even geduurd voordat we dat konden uitleggen van, joh, begin nou eens met dit en dit en dit. En begin nou eens in het klein. Want je implementeert het niet in een dag. Dit is een traject van jaren. En dat moet je ook omarmen als een traject van jaren. Ja. Ja, dus beschouw de reis vooral als het cadeautje, niet de eindbestemming. Ja, ja, ja. Hey, jullie bestaan al ruim 10 jaar als bedrijf. Wat me opviel in jullie beschrijving, dat we veel van die Amerikaanse clichés misten. Van slapeloze nachten en doorbuffelen. Enfin, je kent het ook uit het boek van Elon Musk. Ja. Weet je wat daar staan de boeken altijd vol van. Is dat toch een Nederlandse, een andere manier van start-ups? Of heeft dat wel degelijk afgespeeld? Laat ik beginnen met hoe het 10 jaar geleden was toen we begonnen. Toen werkte ik ook gewoon dag en nacht. Okay. En stond ik me op en ging ik ermee naar bed. Dat hoort ook bij die levensfase. Als jij 25 bent en je komt net uit het studentenleven gerold. Je kunt met relatief gezien weinig slaap kun je nog af. Als ik dat tegenwoordig doe, dan moet ik een week bijkomen, zeg maar. Daarna verandert je eigen levensfase ook gewoon. Je krijgt kinderen. Dat vraagt voor die kinderen al meer rust, reinheid en regelmaat. En daar krijg je dan zelf ook de overerving van. Maar de eerste fase van een onderneming, ik vind dat altijd glaseten moet zijn. Zoals Elon Musk dat zijn. Dat moet gewoon hard werken zijn. Mensen die daar zeggen van, nou, het is een appeltje en een eitje. Of die daar al beginnen van, we moeten externe funding hebben. De huidige start-up, ik heb een goed idee. Ik ga externe funding halen en ik steek dat geld vervolgens in de fik en hoop dat het goed komt. Ik heb er een bloedhekel aan. Ik vind gewoon dat je moet alleen maar gefocust zijn op die klant. En daar moet je eerst het geld vandaan komen. En als dat werkt, en dat heb je bewezen, dan vind ik het best dat je op gaat schalen. Maar als jij met je hipster een gloednieuwe MacBook in een kroeg gaat zitten zeggen en gaat lopen roepen, ik heb een start-up, dan ben je bij mij al af, zeg maar. Dus in het begin is het glas eten. Alleen wat ik vind, en dat vind ik is wel voor mij een verschil met Elon Musk. Elon Musk heeft inmiddels een huwelijk wat 3 keer op de klip is gelopen. Ziet zijn kinderen nooit, werkt 100 uur per week. Ik weet zeker dat als hij zijn werk beter distribueert, hij een nog effectiever mens zou zijn. Hij duldt weinig ego's om hem heen als je het boek zo leest. Ik denk dat dat bewezen schadelijk is geweest voor zijn onderneming. Een goed voorbeeld daarvan vind ik de Model X. Dat is niet een heel veel verkochte auto. Staat op dezelfde carrosserie als de Model S. Heeft welcoming doors die hartstikke gaaf zijn. Maar in diezelfde tijd had hij de Model 3 al kunnen vermarkten en in de markt kunnen zetten. Dat was een stuk beter idee geweest. Dan hadden we nu allemaal die elektrische auto al gehad in plaats van dat we nog 2 jaar hadden moeten wachten. En ik weet zeker dat er mensen zijn geweest in de organisatie die hebben gezegd, dit is geen goed idee. Dit duurt te lang, dat moeten we niet doen. We gingen de Model 3 bouwen, dat was het plan. En op dat moment, in een gezonde organisatie, worden die grote bezwaren, die bewezen bezwaren, dit kost te veel tijd, dat hebben we ook al met de Model S gezien, die worden gehoord en daar wordt bijgestuurd. En ik denk dat Musk daar wat dat betreft wat weinig vatbaar voor is. Wat niks zegt over zijn status. Ik bedoel, ik denk dat er weinig ondernemers zijn die zoveel impact hebben gehad als Jeff Bezos en van Amazon en Elon Musk. Vooral met het groot denken, dromen en vervolgens realiseren. En dat zie je ook weer met een Hypertube, waarvan ik echt denk van ja, wat een gaaf project. Waarvan de haalbaarheid misschien nog wat lastig is. Maar ik denk wel dat als hij zijn werk meer zou distribueren, hij zelf een effectiever mens zou zijn en nog meer had kunnen realiseren. Ja. Ja.
Dan zie je in de Verenigde Staten met name dat er allerlei van dat soort vernieuwende wavemakers, dat die ook elkaar opzoeken en elkaar allemaal kennen. Hoe is dat hier in Nederland eigenlijk? Kom jij bijvoorbeeld... Jetsie Groen tegen. Ja, Pieter of, Zwart van... Pieter Zwart, ja. Is dat, zien jullie elkaar regelmatig? Spreken jullie elkaar regelmatig? Of is dat toch vrij incidenteel? Of hoe gaat dat hier in Nederland? Ja, je komt ze wel eens tegen bij van die spreekfestijntjes. Heb ik wel eens gezeten bij een... dat we een keer een dinner hadden en dat we met elkaar spraken. En je komt bij de Fast 50 kom je wel bedrijven tegen. Maar ik heb wel het idee dat we het in Nederland wat meer in de regio opzoeken. Alle gave ondernemingen in Noord-Nederland die echt toffe bedrijven hebben en die vaak ook vergelijkbaar zijn, vaak in de internetwereld zitten, die kennen we allemaal en die spreken ook allemaal. Dat zit met elkaar in appgroepjes en dat praat met elkaar. Praat ook met bestuurders, waarmee we relatief, en bijvoorbeeld ook met de Hanse Hogeschool, met de Rijksuniversiteit, zodat we relatief gezien makkelijk kunnen schakelen. Ja. Ik merk dat daar de schaal, hoe kleiner de schaal wordt, hoe effectiever zo'n netwerk is. Ja. Ik vind wel dat we hier als ondernemers onderling te weinig uithalen. En ik heb ook het idee dat het is niet eens zo dat het niet zou kunnen. Ik denk dat als ik Jitse een mailtje stuur, dan gaan we gewoon een bakje koffie drinken. Ik heb dat ooit met Marco gehad van de drukwerkdeal. Die had op een gegeven moment, hadden we elkaar en passant een paar keer de namen horen vallen. Ik zei, ik zit toevallig dan aan Dave, heb je tijd voor een bak koffie? Ja, dan gaan we even koffie drinken. Alleen om daar dan ook op te kapitaliseren en daar genoeg van te leren van elkaar. Want ik denk dat je heel veel van elkaar kunt leren. Ik denk dat we dat nog wel te weinig doen. En wat dat betreft, dat vind ik nog wel interessant. Hè? We hebben het hier over veel Amerikaanse bedrijven. Als je even extrapoleert, is de Amerikaanse markt telt ongeveer 330 miljoen inwoners. Alle pers zit daar. Alle pers waar wij naar kijken en naar luisteren. Zeker op het technologiegebied. Dus wat een Jitse Groen hier in Nederland heeft gedaan met de uitbouw daarbij en het formaat van dat bedrijf, als je dat naar Amerikaanse standaarden zou vertalen, is het 10 keer knapper wat hij doet. Maar krijgt daar veel minder de credits voor. Hetzelfde geldt voor een Coolblue. Dat jij alleen in Nederland en een klein beetje in België een bedrijf kunt bouwen in zo'n korte tijd, wat 800 miljoen aan omzet doet, moet je dat eventjes voor het gemak maal 20 doen en dan heb je het naar Amerikaanse maatstaven. Ja, het wordt bijna niet gezien. Relatief gezien. En daar verbaas ik me wel eens over, dat we daar dat niet goed voor het voetlicht kunnen krijgen. Adyen wordt pas internationaal gezien op het moment dat ze ook echt actief zijn op de Amerikaanse markt. Even heel kort door de bocht, als je naar onze waardering kijkt op dit moment, als je dat maal 20 zou doen, dan waren wij een unicorn geweest. En daarin onderschatten we voor onszelf nog wel eens, vind ik, wat we allemaal presteren in Nederland. Daar komt ook vervolgens bij dat het bouwen van een grotere organisatie niet moeilijker is dan het runnen van een eenmansbedrijf. Als je kijkt naar de diversiteit van het werk van een eenmanszaak en hoe hard je daarvoor moet knokken om dat boven water te houden versus mijn werkdruk en mijn werkcomplexiteit, dan heb ik een veel eenvoudigere baan dan dat ik had toen ik in mijn eentje was of een club heeft die met z'n vijven is. Dus wat dat betreft zou ik wel interessant vinden om ook bij andere ondernemers, van joh, als je groter denkt, wordt je werk alleen maar makkelijker. Dus je kunt meer realiseren door eigenlijk het jezelf makkelijker te maken. Ik vind dat wel een interessant fenomeen. Ja. En kijk nou niet te veel naar die Amerikanen, maar kijk nou gewoon eens bij elkaar. Want we doen het wat dat betreft verrassend goed. Ja. Nou, dat zit er nogal eens wat weinig in. Ja. Is het ook een beetje gewoon ook een stukje mentaliteitskwestie? Ja, als je bijvoorbeeld, ik was bijvoorbeeld vorig jaar in Israël. Als je daar een ondernemer vraagt, goh, bouw je iets voor de markt hier? Dan kijken ze, ja, goh, wat een idioot ben je, want uiteraard is mijn focus internationaal. Ja. En daar natuurlijk heel veel focus op Amerika. Heel veel ondernemers die ik hier spreek in Nederland, die zijn eerst in Nederland aan het bouwen en vervolgens gaan ze eens rustig kijken hoe ze dat ook verder kunnen brengen. Ja. Is het ook een soort van default mentaliteit die anders is dan... Kijk, in Amerika zie je ook heel veel, zeker ook binnen die incubators, daar worden ook enorme versnellingen ook internationaal gemaakt. Ook deels ook gestoeld omdat ze natuurlijk venture capital zijn gefinancierd. Hè. Ze moeten ook wel, wat niks zegt over de duurzaamheid van het model natuurlijk. Precies, dat vind ik wel interessant. Israël heeft geen target market eromheen zitten.
een Nederlander heeft er wel een targetmarkt omheen zitten. Die heeft Europa eromheen zitten. En dat is best wel een sterk marktgebied om in te kunnen stappen. Alleen de complexiteit daarvan is echt schrikbarend hoog. Want nog veel meer dan in Amerika is ieder land is een eigen cultuur met een eigen marktethos, met een eigen stukje nationalisme vaak ook. Dus het is veel moeilijker om succesvol te zijn in Europa dan om het is om in Amerika succesvol te zijn. Wat je ziet is dat Israël, die heeft daar het hele straatje van, hey, we moeten sowieso in Amerika zijn, hebben ze al lang staan. En die hebben inmiddels ook de reputatie dat als ze uit Israël komt, oh, dan zal het wel zo goed zijn. Nou, ik denk dat wij wat dat betreft als Nederland nog moeten werken aan die reputatie, ook al is die internationaal gezien al ontzettend goed. Maar ik vind de voorbeelden die we hebben, die mogen we nog wel wat sterker daarin uitlichten. Ik vind wat dat betreft dat Startup Delta echt wel een heel gaaf initiatief is, omdat het namelijk veel zichtbaarder maakt. Als je dan vervolgens kijkt welke bedrijven erheen gaan, dan zijn dat niet altijd onze pareltjes. Ook omdat die weten dat de meerwaarde ervan, relatief gezien, voor hunzelf niet zo heel groot is. De meerwaarde is er vooral binnen het totale ecosysteem. Maar een Adyen heeft zijn relaties al lang. Die hadden al lang geoefend, die wisten al lang wat ze moesten doen. Een Booking.com was al verkocht voordat het echt heel erg groot werd. Thuisbezorgd, die weet van, joh, dit Europese spelletje wordt zo meteen door de Duitsers, die doen de executie, daar moeten we mee gaan spelen. Dus joh, exit nu en eventueel een overname door een Duitse club is helemaal geen gek gebeuren. Of in dit geval, dus een IPO. Dus ja, ik weet dus niet zozeer of het alleen ethos is. Of gebrek aan voorbeelden. Wat ik wel heel grappig vind, we hebben in Nederland een enorme bandbreedte adaptatie. We hebben enorm veel smartphone gebruikers, maar ook die heel snel nieuwe technologie accepteren. WhatsApp was nergens zo snel zo groot als in Nederland. LinkedIn is zo groot in Nederland. Dat geldt ook voor heel veel nieuwe dingetjes. We testen snel, vinden het snel leuk. Zakelijk gezien ook. Slack was al heel snel heel groot in Nederland. Daar zit dus wel een heel mooi fenomeen. We zijn een hele gave testmarkt. Het is niet voor niks dat heel veel buitenlandse bedrijven naar Nederland komen, omdat we ook in Europa gewoon daarin wel koploper zijn. Nou, dat stukje moeten we blijven gebruiken, maar daarna dat opschalen. Ja, dat blijft natuurlijk wel heel vaak een probleem, dat we heel goed zijn in de eerste fase. Ja. Bijvoorbeeld ook met crowdfunding. Hè? Ja. We liepen heel hard voorop en nu worden we overal links-rechts ingehaald. Hetzelfde geldt ook voor ons duurzame beleid. Dat zag je het ook in. We hebben in eerste instantie zijn we er heel goed in, maar om daarna, ja, ik weet niet. Dus het handelstukje, daar komen we wel uit. Maar het executiestukje, daar hebben we toch de Duitsers een beetje voor nodig. Ja, en ja. Ik vind het wel een grappig fenomeen. Ja. Ja. En zit dat dan in de cultuur? Of is dat dan aangeleerd gedrag? Of hebben we de voorbeelden niet naar van zeggen van, ah, als zij het kunnen, kunnen wij het ook? Ik weet het niet. Ja. Nou, misschien ook een stukje ecosysteem. Als je kijkt, bijvoorbeeld ook qua werkethos, zeker bijvoorbeeld in Amerika, Silicon Valley, waar natuurlijk iedereen in die incubator bij elkaar komt, dan kijk je naar elkaar en dan weet je niet beter. Het is ook een soort van werkritme en ethos wat je ook kopieert van anderen. Heel vaak dat ook de grote founders via wat pay it forward, de constructies, ook eens nog betrokken zijn. Dus je hebt gewoon hele duidelijke voorbeelden die dichtbij je staan. En hier ontbreekt dat misschien een stuk. En dat vind ik dus wel grappig als je kijkt naar het start-up ecosysteem in Groningen. We zijn hier ooit begonnen met een bedrijf op 8 op de 5e etage. Huurden we 300 vierkante meter met elkaar. En dan hadden we echt zo'n incubatortje, zoals je dat kende. Alleen een incubator gebouwd op, niet op extern geld, maar gewoon op van, hey, samen lunchen met elkaar en van elkaar leren. Nou, dan kwam de een naar de ander, kwam met een whiteboard binnenlopen. Dit is het plan. En dan begonnen we erin te krassen. En dan werd het verbeterd. En wij hadden een salarismodelletje ontwikkeld. Dan kwam er een ander binnenlopen. Hey, dat salarismodelletje, nu kan ik dat gebruiken? Ging er eentje naar het buitenland. Als zij naar het buitenland kunnen wij het zeker. Dus daar zat een soort gezonde leren, maar ook rivaliteit in. En al die bedrijven die eruit gekomen zijn, Store Support, Paylogic, Storm Marketing Consultants, wij, peperzaken, data provider, ze zijn allemaal ontzettend succesvol. Er werken in totaal nu meer dan 300 mensen, ik denk nog wel meer trouwens, dat zullen er inmiddels wel 500 zijn, voor die bedrijfjes die daaruit voortgekomen zijn. En dat is allemaal in hetzelfde jaar, in 2006, bij elkaar op een etage komen te zitten. Dus er zal iets te maken hebben, misschien ook wel, ja, dat heb ik ook wel eens naar zitten, heeft volgens mij ook te maken met de generatie. Ik kom zelf uit 80, ik heb de
Ik heb geleerd dat een computer programmeerbaar is. Want als ik namelijk niet wist hoe ik een beetje kon programmeren en een beetje commandos kon geven aan de computer, kon ik bepaalde computerspelletjes niet spelen. Dus het eerste wat ik leerde is dat een computer maakbaar is. Nou, vanuit dat bouwjaar zie ik heel veel ondernemers komen. En die allemaal weten, hey, die computer is geen statisch iets, dat is ja, maakbaar. Terwijl ik kijk naar de jonge generatie, die zijn heel erg van het gebruik van applicatie in plaats van het bouwen ervan. Nou, ik vind dat wel interessant of daar ook nog een correlatie in zit. Ja. Maar ecosysteem en mensen bij elkaar zetten, dat is echt wel een hele leuke hobby. Of extern geld er altijd de goede driver bij is, daar heb ik zeer de vraag over. Ook al roept iedereen in Nederland altijd dat ze extern geld moeten hebben. Ik vraag het me wel eens af. Ja. Nog een aantal van die patronen langslopen die we wat dat betreft bij die wavemakers in hun breedte dan gezien hebben. Ja. Hè? Er zijn er vijf en dat start met, en aan jou de vraag is dat herkenbaar bij jouzelf en ook in het bedrijf, start met een positieve grondhouding. En wat betekent dat in eerste zin? Geen angst en frustratie om kunnen zetten in iets positiefs. Maar het kan zelfs leiden tot hoop bieden om een hele wereld te veranderen. Wat dat betreft dus als een vrij brede range. Maar in ieder geval één element wat je daar ziet is steeds dat die positiviteit die er vanaf spat werkelijk. Ja. Nee, maar dat als je wie je ook vraagt om me heen, als ze me met een woord moeten kwalificeren, is dat het een hele enthousiaste jongen. Dat deed mijn basisschooljuf deed dat al. Dus ook als we echt een nare dag hebben gehad, en die hebben we wel eens. We hebben gelukkig heel zelden, maar we hebben wel eens een technische storing. Nou, dat geeft een enorme deuk op de organisatie. Ja. Want als tienduizenden klanten je gaan proberen te bereiken met een wat negatievere energie, dan heb je er allemaal last van. Ik kan de avond gaan slapen, ik slaap goed. En de volgende ochtend kan ik vol nieuwe energie. En alsof er niks aan de hand is, kan ik weer verder gaan. En dat merk je in de hele organisatie wel. Er zit wat dat betreft veel weerbarstigheid in de energie. Ja. Ja, en ondersteunen jullie elkaar daarin dan of zo? Want ja, dat merk je sowieso wel. Heb je een voorbeeld daarvan? Ja. Je merkt dat iedereen daarna voor elkaar is. Als er zoiets gebeurt, of het gebeurt in de organisatie, heb je nog wel eens dat het elkaar uit elkaar brengt, dat er frustratie op afkomt. Maar hier is het juist zo dat het bij elkaar komt. Goh, moet ik je nog even daarmee helpen? Heb je dat en dat al gedaan? Zal ik het anders even voor je doen? Dus er zit een bepaald, we gaan dit met elkaar doen. Ja, dat vind ik heel erg cool. Ja. Dus enthousiasme, positiviteit. Dit komt wel weer goed. Dit is een dag. Dat zit er wel heel sterk in. Ja. Nou, het tweede element, dat waanzinnig goed waarnemen. Zowel het brede plaatje als die gigantische focus op detail. Dingen zien die anderen niet zien, waar ze gewoon aan voorbij gaan. Nou, je zei net, we zaten aan de voorfront van die technologie. Ja. Maar was dat iets eenmaligs of zeg je nou, dat zit helemaal in ons. Voortdurend zijn we daarmee bezig. We zijn dingetjes te ontdekken, nieuwsgierig. Nee, we zijn bijvoorbeeld Slack is een tooltje wat wij veel gebruiken. Wij waren een van de allereerste beta-klanten. Ik heb nog gebeld met een commercieel directeur toen ze met z'n 12 waren. Het is nu de hippe start-up in Amerika. Je merkt dat wij heel erg snel zijn met het even testen, even kijken, even doen. Hey, dit werkt heel goed daar, zullen we dat ook eens proberen? Eerder te veel dan te weinig met nieuwe dingen bezig zijn. Dus dat zit er wel heel erg sterk in. En bespreken jullie dat dan ook meteen met elkaar? Of wordt dat met elkaar gedeeld? Bijvoorbeeld, ik vind het allemaal grappig hoe zo'n Slack-implementatie loopt. Vriend van mij belt mij op. Maar ik heb nu een gaaf toeltje, daar moet je echt een keertje naar kijken. En ik denk, ja, weer een toeltje. Weet je hoveel toeltjes we hebben? Het is wel even klaar. Toen belde een collega van mij uit Zuid-Afrika. Mark, ik heb net een beta-invite gekregen voor dit ding. Dit is echt heel gaaf. Dus ik, als ze het allebei zeggen, ik heb die jongens allebei hoog zitten. Dus ik ga naar Johan toe. Johan is een van onze meest nuchtere Groningse jongens. Ik zei, Johan, test dit eens even uit met jullie clubje. Johan die is dat nog geen dag aan het testen. Die heeft het al verkocht als supportmedewerker aan ons hele adviesteam. En de dag daarna zit ons hele development team er ook op. Dus binnen een week zit de hele organisatie erop. Zonder dat er een software implementatie is gedaan. En dat we gaan iets nieuws doen. Nee, gewoon, dit is echt gaaf. Moet even testen. En de week daarna hoor ik dat de jongens van ons development team het staan te verkopen in de lift aan een aantal andere bedrijven hier in het pand. Dus als het goed is en het werkt, dan zijn mensen er heel erg enthousiast over. We hebben daarin ook natuurlijk altijd een aantal mensen zeggen die daar minder mee hebben. En dan zie je dus ook soms rollen ontstaan om dat weer te coachen. Bijvoorbeeld voor Asana is een tool die we gebruiken. Hebben we echt een
interne coach die af en toe even met je meekijkt. We hebben iemand die met getting things done heel erg bezig is. Nou, die geeft af en toe een pizza sessie over. Die legt even uit van dit is het laatste wat ik heb geprobeerd. Dit is leuk. Ik heb de afgelopen tijd met Zapier lopen spelen. Dat is een soort platform waar je diensten aan elkaar kunt koppelen. Ik geef de aankomende donderdag even een presentatie over aan collega's. Ja. Er zitten ook heel veel elementen in om dat met elkaar te kunnen delen. En dat doen we zowel virtueel als in de stand-up. Om 12 uur staan we met z'n allen in een cirkel. Vertelt iedereen van waar hij mee bezig is. En er komen dus ook dit soort dingen naar voren. Oh, we zijn dit en dit nu aan het testen. En we hebben ook één keer in de maand een pizza sessie. Dan kunnen mensen wat uitgebreider verhaal doen. We hebben een nieuwe feedback tool geïntroduceerd. We hebben evaluatie gedaan van het nieuwe beoordelingssysteem. Ik heb gekeken hoeveel hardware we afgelopen jaar hebben verkocht. En wat we daar nog slimmer in zouden kunnen doen. Dus allemaal van dat soort onderzoekjes komen daar ook in ja, terug. Ja. Ja. Nummer 3, toren hoge ambities. Moonshots, Mars missies, maar ook met name de rukzichtloze focus om ze ook echt te realiseren. De B-hack. Ja, ja. The big hairy goal. Ja. Ja. Daar werken jullie mee? We zijn heel purpose georiënteerd. Dus ons doel is om die telecomwereld een beetje mooier te maken. Inmiddels is dat al een beetje aan het... Het is al een beetje aan het worden de telecomwereld mooier maken en bedrijven inspireren om anders te organiseren. Dus dat wordt al wat breder. Ik ben zelf steeds minder bezig in het bedrijf. Dus ik voel alleen de executie nog van de big hairy goal, zeg maar. Ja. En dat vind ik wel heel erg mooi. Maar je ziet dus ook iedere maand dat we meten ook alles, dat er meer omzet wordt gedaan of dat er meer klanten worden aangesloten en dat iedereen daar ook mee bezig is. Mensen hebben daar dashboards voor openstaan om te kijken hoe het per week ging, per maand ging, per jaar ging. Hey, we hebben weer een nieuw record met het aantal gebruikers van onze app. We hebben een nieuwe release gedaan van de app. Er wordt nu 30% meer gebruik van gemaakt. Maar altijd wel met dat maakt die telecomwereld een beetje mooier, faciliteert het open communicatie in het achterhoofd. Alleen om heel eerlijk te zijn, ik ben daar ook een beetje gemeen in. Het gaat mij dus nooit snel genoeg. En dat zit ook stiekem wel een beetje in de hele organisatie. Dus wat we willen heel graag heel snel. En we vergeten daarin af en toe nog wel eens te vieren wat we al hebben bereikt. En dat vind ik nog wel eens een beetje een risico eraan. Dus, maar we zijn er nog lang niet. Maar het moet nog zoveel beter. En ook zowel in het heel klein als in het heel groot. Nou, dat vind ik wel spannend. En misschien ligt het ook wel aan mezelf, maar dat ik af en toe wat meer ook zelf van, joh, waar is dan goed genoeg? Dan moeten we daar ook niet af en toe even bij stilstaan, dat het al best wel goed genoeg is, zeg maar. Nou, ik zit zelf persoonlijk nog wel eens in die strijd. Ja. Maar een B-hack hebben we heel erg, en dat is dus ook helemaal verankerd in tot op de rollen die ik heb. Zelfs daar zit een purpose bij, die aansluit bij het purpose van mijn cirkel, en die aansluit bij het purpose van de organisatie. Dus dat is wel heel duidelijk ook. En dat is een B-hack in termen van marktaandeel of aantal landen waar je in zit? Nee, of, dat is echt super fuzzy. De B-hack is gewoon, we gaan de telecomwereld een beetje mooier maken. Ja, en waarom een beetje? Dat beetje interesseert mij. Misschien is dat de chronische bescheidenheid, maar ik denk ook dat we daarin niet tekort willen gaan aan wat anderen al doen. Ja. Dit is namelijk niet iets wat we alleen doen of alleen kunnen. We leveren daar een aandeel in. Steve Jobs heeft dat ooit wel mooi gezegd. Hij zei, alles wat je doet in technologie is een laagje zand. En je staat daarmee op een berg van alle laagjes zand die er na jou gekomen zijn. En hij zei, over 10, 20 jaar is iedereen de iPhone vergeten. Weet niemand meer wat het was. De iPod, we hebben geen flauw idee. Dus we hebben een laagje zand achtergelaten. En op dit moment staan we daar eventjes in. Maar tegen de tijd, over 20 jaar zijn allemaal nieuwe laagjes zand door nieuwe mensen neergelegd. En daarom is het ook maar een beetje, want het is wat dat betreft maar een klein stukje in het geheel. Ja, mooi. Nou, het vierde punt, dat heb je eigenlijk al aangegeven net, is een gigantische drive, doorzettingsvermogen, doorgaan. Ja. Dat zei je net, dat zit hier in die cultuur. Ja. Is dat, daarop zijn mensen geselecteerd, dat heeft met jou te maken ook, of hoe? Dat zit heel erg in het bedrijf. We hebben altijd mensen aangenomen op twee dingen, dat is A, matcht het met ons DNA en B, zit er een wil in om te werken. En ik vind de wil om te werken vind ik een heel moeilijk ding om je vinger op te leggen. Maar daarom kom je soms mensen tegen waarvan je zegt, dat werkt gewoon, die gaan passen. Omdat daar iets in zit van energie waarvan ik van, die willen. Nou, die gretigheid, dat zit er bij heel veel mensen in. Maar ook dat verandert met de tijd en ook daar moet ruimte voor zijn. Als iemand we hebben heel veel mensen die werken bij ons part-time.
Want die zijn net vader geworden of die zijn net moeder geworden. En dat is goed en dat moet ook vooral zo zijn. Dus dat het niet altijd zo is, is goed. En we zijn ook wel aan het kijken hoe we die koplopers die je daarin soms hebt, die echt harder willen dan de rest, en of we die kunnen verzamelen zodat ze elkaar nog meer kunnen inspireren en aanraken en daarmee ook de hele groep nog meer kunnen meenemen. Want dat is wel een beetje hoe het in de praktijk werkt. Maar het is wel zo dat iedereen er altijd wel mee bezig is. Ja. Maar het is ook een van de redenen, en dat klinkt heel gek, dat we altijd zeggen, eigenlijk zou je maximaal 5 jaar bij het bedrijf moeten werken. Ja. Na 5 jaar heb je vol in de fik gestaan en dan was het helemaal gaaf en dan heb je heel veel kunnen bereiken. En daarna dan is het heel makkelijk, om als je rollenpatroon niet genoeg verandert, om te verzanden in de organisatie. En ik denk dat je dat in heel veel bedrijven ziet. En ik ben er heel erg voorstander van. Ik vind het fantastisch als mensen na 3 jaar zeggen, ik ga wat anders doen. Of na 4 jaar, of ik ga voor mezelf beginnen. Dan denk ik, ik kan dat heel erg, ja, ik ben er altijd heel erg trots op. Terwijl ik er zelf helemaal niks aan gedaan heb natuurlijk. Maar dat mensen die volgende stap durven te maken en het volgende avontuur aangaan. Ja. En daarmee ook ruimte laten voor andere mensen om meer te groeien. Ja. Nou, en als laatste punt was de kleefkracht om anderen te mobiliseren. Dat kunnen klanten zijn, maar dat kunnen fans zijn. Daar doen wij nog te weinig mee. Ik denk dat dat ons grootste verbeterpunt is. We doen het heel goed hoor, maar zo'n 35-40% van onze klanten komt op basis van verwijzing van een bestaande klant. En dat doen we puur op basis van hoe kunnen we onze klanten gelukkiger maken. Dus de focus is altijd heel erg op hoe zorgen we goed voor onze klanten. Dat is ook onveranderd. Alleen omdat we ons ook actief te activeren. En dat is voor ons. Ik denk dat we daar nog het meest in zouden kunnen groeien. We hebben wel dingen geprobeerd met bijvoorbeeld voorraad. We ontwikkelen ook heel veel met de klant. Alleen, ik vind het een heel interessant gedachte-experiment. Wat zou er gebeuren als de klanten van Voice niet alleen maar klant zijn, maar ook mede-eigenaar worden? Dat vind ik zo interessant gegeven, omdat je dan eigenlijk voor en met de klant niet alleen verankerd in je denkwijze, maar ook veranderd in je organisatie. En ik wil geen IPO, lijkt me het meest erge wat er is, want dan verval je namelijk ten prooi aan de groeiobsessie in geld van de externe aandeelhouder. Maar een klant die zo betrokken is dat het een beetje van hemzelf is, ook op iets dat plat als gewoon telefonie, wat gewoon een resource is, vind ik een heel interessante fenomeen. Ja, iets wat me al heel lang bezig houdt, waar we ook met Ben, we zijn op dit moment bezig met de afronding van de overname. En dan wordt Ben ook mede-eigenaar. Waarmee we met Ben ook regelmatig zitten te filosoferen. Hoe kunnen we het bedrijf zo structureren dat uiteindelijk het bedrijf overblijft? Rolex heeft dat heel mooi gedaan. Rolex is niet van aandeelhouders, is niet van een gezin, maar is van een stichting die als enige reden van bestaan heeft het voortbestaan van het bedrijf en het gedachtegoed van het bedrijf. Dan volgens mij is dat wel het ultieme wat je kunt achterlaten. En dan kun je de 100 year startup bouwen, zou ik maar zeggen. Ja. Dat lijkt mij wel heel gaaf. Ja. En dan moet die kleefkracht, die moet dan hoger. Ja. 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 Maar goed. Je gaf aan in ieder geval dat ook meerdere mensen uit de organisatie ook het verhaal vertellen op allerlei gelegenheden. Ja. Je gaf ook aan dat geld daarvan gaat in een pot van goed doel. Ja. Ik zag ook op je site dat je ook verschillende initiatieven steunen. Ja. Op basis waarvan help je de verschillende initiatieven en hoe help je ze behalve een stukje financieel? Want ik kan voorstellen dat dat is... Ja, geld is een mooi ding, maar uiteindelijk is geld een middel om het doel te bereiken. Ja, klopt. We hebben eigenlijk een hele eenvoudige set van criteria. Is het open, persoonlijk en ondersteunend? En maakt het de wereld een beetje mooier? Als de antwoorden daarop ja zijn, dan steunen we een doel. We hebben veel kleine doelen die sponsor loopt dit, dat, zus, zo. Dan zeggen we altijd, we geven of 250 of €500 aan. En dan moet je er even een verhaaltje voor schrijven voor de website. Als we vinden dat het bij ons past, als het door een van de collega's is of een van de collega's raakt. We doen relatief gezien veel met onderwijs qua financiële ondersteuning. Omdat ik vind dat jonge kinderen bijvoorbeeld in aanraking laten komen met programmeren. Of kinderen die in het weekend extra les kunnen krijgen rond thema's die zij echt interessant vinden. Die nieuwe generatie eigenlijk klaarmaken voor de wereld van morgen. Dat vind ik wel heel, heel passen bij de wereld een beetje mooi maken. Vaak doen we dat ook door zelf bijvoorbeeld docenten aan te leveren en dat soort dingetjes. We steunen veel initiatieven rond programmeren. Op school, met kinderen. Dat doen we in tijd en in geld.
zowel lesgeven als dat we ook een van onze collega's zit gedeeltelijk in een stuurclub die probeert in Groningen dat aligned te krijgen. Dus vanaf basisschool, middelbare school, dat daar overal eigenlijk programmeerlessen in zitten. En dan niet het leren van de taal, maar de denkwijze die erbij hoort. En dat zijn wel een beetje de grote initiatieven die we op dit moment sponsoren. En dan heb je daarnaast, ik ben een heilig voorstander van privacy. Ik geloof dat veiligheid bestaat bij een stuk privacy. En de privacy wordt in Nederland rap aangetast. Dus daarnaast zijn ook Bits of Freedom is een van de stichtingen die we sponsoren. En we hebben het verleden al een keer een rechtszaak tegen de overheid gedaan. Omdat er wetgeving was die eigenlijk niet door de beugel kon binnen het Europese recht. Rond het bewaren van de persoonsgegevens, gespreksgegevens. Die rechtszaak hebben we ook gewonnen. En nu de nieuwe sleepnet eraan lijkt te komen, lijkt dat weer uit te draaien op een hamerstuk in de Eerste Kamer wat er doorheen gaat. En ook die is in strijd met Europese wetgeving. Dus dan gaan we weer terug naar de rechtszaal. Ja. En dat doen we op dat moment met bijvoorbeeld Privacy First en met Bits of Freedom. Ja, ja. Dus eigenlijk wat je eigenlijk doet is ook deels dingen die binnen jouw idealen en dingen die jij belangrijk vindt in de wereld en in het leven, ontwikkeling. Ja. Die misschien niet zozeer direct passen onder het Voice label. Nee. Alsnog eigenlijk via Voice op die manier. Maar het gaat wel over gelijkwaardigheid. Ja. Iedereen gelijke kansen. De vrijheid om te mogen denken wat je en mogen schrijven en mogen doen wat je wil zonder daarbij beluisterd te worden door de overheid. Ik vind dat zulke fundamentele waarden dat we daar vanuit de organisatie eigenlijk altijd wel achter kunnen staan. Ja. Open, persoonlijk en ondersteunend. Open is ook gewoon dat je vrij kunt zijn om te doen en laten wie je bent. Ja. Ja. Ja, dat is wel mooi om te zien, want dat uiteindelijk, je bent natuurlijk begonnen, even naar een stukje TNO. In ieder geval begonnen eigenlijk met natuurlijk technologie. Ja. En dat vervolgens als ondernemer verder gaan uitbouwen. Ja. Uiteindelijk in die periode ben je eigenlijk getransmitteerd ook qua interesse van niet technologie first, maar uiteindelijk meer human first. Ja, ja en, klopt. Grappig. Ja. In hoeverre denk je, want je gaf net al een stukje aan over het 2025, dat is volgens mij waar we het over hadden. In hoeverre ervaar je ook af en toe dat een stukje achtergrond qua technologie en telecom nog af en toe een enerzijds kun je het heel sterk inzetten, omdat je daar natuurlijk heel veel kennis en expertise en netwerk in hebt. Ja. In hoeverre ga je dat uiteindelijk, of vermoed je dat het ook nog misschien een stukje ballast gaat worden in het realiseren van dat stukje human first? Zolang de organisatie authentiek blijft, verwacht ik daar geen hele gekkigheid in. Wat ik heb ooit, voordat ik de studiekeuze maakte, moest ik kiezen, ga ik voor SPH of voor bedrijfskundige informatica. SPH, veel impact op weinig mensen. Bedrijfskundige informatica, weinig impact op heel veel mensen. En ik heb toen bewust voor die laatste gekozen. Ben ik bewust gaan ondernemen met in mijn achterhoofd, als je iets wil veranderen in de wereld, en op dat moment keek ik heel erg naar Richard Branson, heb je twee dingen nodig. A, je hebt gewoon knaken nodig, want geld is nog steeds de manier waarop de wereld werkt. Als je dingen in beweging wil zetten, heb je er altijd financiële middelen voor nodig. En B, je hebt spreekrecht nodig. En spreekrecht krijg je. Vroeger was het zo dat de kerk het spreekrecht had. Daarna waren het overheden. En tegenwoordig zijn het, om heel eerlijk te zijn, bedrijven. Een Google en een Facebook zijn machtiger dan welke natiestaat dan ook. Dat is een gegeven en dat is een van die megawaves die je ziet aankomen waarvan je weet. Dus ik wist dat als het lukt om een succesvol bedrijf neer te zetten, dan krijg ik daar meer spreekrecht mee. En dat is ook zo. De reden dat ik een bedrijf heb wat succesvol is ook de reden dat ik een columnist mag zijn bij RTL. En op het moment dat ik daar schrijf, dan heeft dat politieke impact. We zijn op dit moment een onderzoek aan het doen naar de besteding van SDE-subsidies. De SDE-plus-subsidie is de groene subsidie. Je betaalt in Nederland belasting op je energierekening. Dat wordt gebruikt om groene initiatieven te sponsoren. Dat komt heel verkeerd terecht op dit moment. En daar zijn we samen met een aantal datagekkies zijn we daar onderzoek naar aan het doen. Dan kunnen we daar voor ons een publicatie van maken. En als er dan een regeerakkoord komt, dan kunnen ze een aantal van die hele gare wetgevingsdingetjes, die gewoon dom zijn en onderdacht, kunnen eruit. En daarmee kan het systeem slimmer. Voorbeeld, veel praktisch. Je moet ieder jaar moeten grote bedrijven 2% op de energie besparen. Als ze in staat zijn met een nieuwe innovatie dit jaar 30% te besparen, dan wordt het voor ze heel lastig om volgend jaar weer 2% te besparen. Maar ze moeten volgend jaar weer 2% besparen. En dus implementeren ze die 30% besparing niet. Dat soort dingen hebben we op dit moment in Nederland. Daar kun je wat aan doen. En dat is niet lastig. Alleen, wij denken altijd dat de politiek
het regelt en dat ze het weten. Maar politici zijn mensen zoals jij en ik, die schijten ook op de plein. Die weten het helemaal niet. Die moet je het ook gewoon vertellen en uitleggen. Nou, en als je daar dus het podium voor krijgt, dan kun je meer impact hebben. En ik vind een grotere impact hebben, vind ik nog wel relevant. Ja. En ik denk dus niet dat, tot nu toe is het bedrijf daarin nooit een belemmering geweest. Het heeft me juist heel veel spreekrecht gegeven. En ik denk ook wel dat we dat de komende jaren meer zullen inzetten. Alleen dat de onderwerpen steeds minder over bedrijven gaan. En steeds, ja, wat dat betreft steeds meer over mensen. En vooral de impact die technologie heeft op mensen. Want dat vind ik heel erg interessant. Aan de ene kant zien we bijvoorbeeld dat in 2040 zullen er op iedere gepensioneerde 2 werkenden staan. Op dit moment staat er op iedere gepensioneerde 4 werkenden. Dus we moeten met de helft van het aantal mensen, moeten we die andere helft gaan onderhouden. In ieder rekenmodel gaat je economie dan stuk. Ondertussen komt robotisering op. En iedereen zegt robotisering en AI en een aantal andere van dat soort nieuwe trends, die gaan banen kosten. En ik geloof er heilig in dat dat banen gaat kosten en ook echt veel. Nou, aan de ene kant gaat dat dus banen kosten en aan de andere kant hebben we minder werkenden. Dat is heel goed. Die twee effecten kunnen elkaar gaan uitlevelen, zeg maar. Alleen dan moeten we wel even heel goed over nadenken over hoe we dat gaan doen en hoe we het economisch stelsel op dat moment inrichten. 2020 is, of 2040 is echt verdacht dichtbij. Dat is 1 generatie, zeg maar. Als je daar als politicus op dit moment niet over na aan het denken bent en geen beleid uitstippelt voor de komende 5 jaar wat daar rekening mee haalt, dan ben je niet slim bezig. Maar er is geen politicus die dit doorheeft. Ja, dat is technologie. Kun je zien aankomen, die grote golf komt eraan. Het is een tsunami die je ziet aankomen. En je kunt wel besluiten wat je nu doet als die tsunami er is. Op het moment dat die er is en je hebt niks gedaan, dan spoelt die over je heen. Dan kun je ook niks meer. Nou, dat vind ik wel heel interessant. Ja, er zit een educatie-element in. Dat vind ik niet erg. Educatie, maar ook een stukje beïnvloeding van en waar inderdaad de legitimiteit die je hebt opgebouwd met de bedrijven die je hebt, plus ook een stukje kapitaal daarvan, ja, die je kunt gebruiken om uiteindelijk dat sprekerspodium, maar ook een stukje betrouwbaarheid, credibility, ja, om uiteindelijk weer een fonds samen te kunnen maken. Ja. Ja, en wat wel grappig is, hè, in iedere fase die we met het bedrijf hebben gehad, zeiden ze, wat jullie doen met het bedrijf, dat kan helemaal niet. En ik heb nog steeds wetenschappers, echt die zichzelf hele slimme mensen vinden, vind ik ook, die zeggen, wat jullie doen met de organisatie, als jullie het inrichten, dat kan niet. Dat is gewoon niet mogelijk binnen de organisatiestructuur of theorie die we hebben. En dan zeg ik, kom maar kijken, kom maar langs, kom maar voelen. En dan wordt het waar, en dan zien mensen het, en dan wordt het ook onderzocht. Maar tussen nu het werkt en tussen het wordt zometeen onderwezen op de Rijksuniversiteit, zit dus gewoon eerst nog een heel valorisatieonderzoek en een stukje wetenschappelijke theorie voordat het daar terecht komt. Nou, in een exponentieel veranderende maatschappij hebben we hier geen tijd meer voor. Dus dit moet nu al daar. Nou, en als de berg niet naar Mohammed kwam, dan ging Mohammed naar de berg. Dus ja. Laatste vraag wat mij betreft, tenzij jij nog elementen hebt. We zijn begonnen met de toekomst van het werk. Ja. Je eigen toekomst, 2025 of 2027, 10 jaar verder. Waar sta je dan? Waar zou je willen staan, beter gezegd? Ik denk dat ik dan midden in de executie zit van het online brengen van de wereld die nog geen toegang heeft tot internet en energie. Het is relatief gezien spotgoedkoop om de hele wereld aan te laten haken bij toegang tot informatie en communicatie. Als je kijkt naar wat het doet met een regio, dan zie je dat er minder criminaliteit is. Dat de piramide van Maslow beter wordt ingevuld. Dat mensen daarmee ook gelukkiger zijn. En ik wil dat niet laten aan alleen de commerciële partijen die er nu mee bezig zijn. De Facebook, de Google, dat is niet goed. Je ziet dat het mogelijk is om netwerken te bouwen van mensen en met mensen. En ik zou dat naast de analoog ook wel heel graag digitaal willen faciliteren. Dus over 10 jaar zit ik daar middenin en ben ik daar druk mee bezig. Ja. Daar ben je nu al mee begonnen? Ja, zijn we al mee begonnen. Ja. Ja. Ik ben bezig met het overdragen de komende 6 maanden van mijn laatste rollenpakketten bij Voice en bij Spindel. Om hier meer ruimte voor te creëren. En we zijn aan het kijken of we aan het eind van het jaar ook een tijd een tour door Afrika kunnen doen om dit te gaan faciliteren, want ik wil het een beetje à la X-Prize insteken, oftewel we schrijven een paper samen met TNO over hoe zo'n communicatienetwerk eruit zou komen te zien. Dat heeft waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet, 4 hoofdcomponenten. Voor die 4 hoofdcomponenten schrijven we prijzen uit
zorgen dat er prijsgeld is en echt flink prijsgeld. Dat kunnen we financieren vanuit de bedrijven die we hebben. Om daarmee ze te laten competen voor de beste oplossing om die wereld online te brengen. En daar ook andere bedrijven weer bij aan te haken om dat samen te gaan doen. Dat lijkt mij wel een hele mooie hobby. Als je het hebt over het faciliteren van open communicatie en informatie en over een echte big hairy goal, dan is dit er wel eentje. Ja.